gevoel weer krijgen. Zo, vers bakje koffie. Hallo lieve mensen, daar zijn we weer, na de vakantie. Tenminste, ik neem aan dat jullie voor een groot deel wel met vakantie geweest zijn. Ik wel, in ieder geval. En daar zijn weer van allerlei nieuwe plannen geboren. Doodvermoeiend, maar goed. Eerst dacht ik dat het misschien wel leuk was om nog eens eventjes wat Q&A-dingetjes te doen. Daar ligt nog een heleboel. Ik heb misschien voor nog wel 1, 2, 3 uitzendingjes. Dus de reacties op de vorige die waren eigenlijk heel leuk en heel talrijk. Daar kan ik ook weer een aparte Q&A over maken. De vragen die over de antwoorden gekomen zijn. Maar goed, misschien doe ik dat aan het eind nog wel eventjes. Maar ik heb er weer een paar uitgezocht. En die wou ik maar eens eventjes met jullie door gaan nemen. Met jullie wel bevinden. Laten we eens even beginnen bij de vraag van Jeroen. Hij heeft een vraag. Ja, of eigenlijk ik vraag mij af, zegt hij. Soms zie je weggebruikers herkenbaar, soms onherkenbaar en soms zelfs herkenbaar. Terwijl ik denk, Jeroen dan, die heeft het zo bont gemaakt, als ik hem of haar was, zou ik niet herkenbaar in beeld willen zijn. Ja. De keuze herkenbaar in beeld wel of niet, dat wordt, verwacht ik, naderhand besproken met de betreffende personen. Ja, want vooraf, dat heeft niet zoveel zin. Maar hoe gaat zo'n gesprek met iemand of die al dan niet herkenbaar in beeld wil nou eigenlijk? Heb je daar beeld van of wordt het bepaald door de monteur van de filmpjes? Ja, daar heb ik wel beeld van, want we namen altijd op dat we dat gesprekje hadden met een bestuurder of een weggebruiker, omdat die dan niet achteraf kon zeggen, nou, ik weet van niks, met mij is niks verteld. Dat wordt niet bepaald door de editor, dat wordt van tevoren al bepaald. Dat ging zo. Normaal gesproken, als je straatinterviews doet of andere nieuwsitems, dan moeten mensen na het interview een quitclaim tekenen. Dat is een contract waarin je afstand doet van je portretrecht, kort gezegd. Moet je ondertekenen, geef toestemming dat het uitgezonden wordt. Klaar, nemen ze mee. Wij hadden natuurlijk altijd politiemensen bij ons. En als wij zo'n quitclaim iemand onder zijn neus gedouwd hadden en gezegd zou hebben van hier even tekenen, dan kun je je voorstellen dat mensen achteraf misschien zouden zeggen, ja, maar hallo, daar was politie bij en ik voelde me onder druk gezet, mannen met wapens en zo, dus ik heb maar getekend. Kan ik me nog iets bij voorstellen ook. Dus dat hebben we niet gedaan. We hebben ons voorgesteld als de politie klaar was met haar werk. Kaartje afgegeven, wij zijn van Blik op de Weg. Hier staat in hoe we te werk gaan. Telefoonnummer, e-mailadres, de hele bende. Als u nou thuis bent straks en u hebt erover nagedacht, of morgen of volgende week, bel ons dan even op wat u met de opnames gedaan wilt hebben. En dan kunnen wij uitleggen wat we ermee willen. Want dat weet je van tevoren vaak ook niet. Heel veel mensen die zeiden a priori al van, nou, ik wil sowieso niet in beeld. Daar vroegen we van, bel toch nog eventjes om dat even zeker te weten. En een aantal mensen die dachten er ook over na. En heel veel mensen die hadden, ja, zo na een week er een hele andere kijk op. Weet je, je wordt aan de kant gezet, je hebt iets gedaan dat niet mag. Dan zie je ineens stop politie, dan giert de adrenaline door je hoofd, door je lijf. Tenminste, dat hoop ik. Dan kijk je anders tegen dingen aan dan wanneer je ze even hebt laten bezinken. Dus het kwam ook weer heel vaak voor dat mensen belden en zeiden, ah joh, ja, zend maar uit, het ging ook echt nergens over, ik reed ook rood, ja, boeien. Dus dat was wel weer leuk. En vaak vroegen we dan ook, wil je daar eventueel een interview met ons over doen om te vertellen, nou ja, hoe dat dan overkomt, zo'n heel geheel met de politie samen, voelde je je betrapt? Of enfin, jullie kennen het. Dus dat was hoe wij het deden. We deden dat achteraf, omdat op het moment zelf de spanning te groot was. Camera in je gezicht, politiemensen erbij. Ja, voor hetzelfde geld zeg je ja, terwijl je nee bedoelt. Of andersom. En dat laatste gebeurde dus ook. Goed, en als dat dan bekend was, dan werd het verwerkt in onze database. En de beelden die we dan eventueel wilden gebruiken van mensen die onherkenbaar in beeld wilden, die werden meteen onherkenbaar gemaakt. En het origineel werd dan weggegooid, zodat nooit er een fout gemaakt kon worden dat meneer Jans of Pietersen herkenbaar in beeld kwam, doordat het verkeerde bandje gepakt was. Dus alleen het onherkenbaar gemaakte beeld, dat werd bewaard. Heel belangrijk daarbij is ook wel, het waren toen andere tijden. De televisie was redelijk bijzonder toen nog. En ja, de mensen waren minder, hoe moet ik dat netjes zeggen, assertief. Ik zeg met opzet niet agressief, maar veel minder assertief. Ze vroegen van, hé, wat moet die camera erbij? En dan zei een politieman vaak,
hebben we het zo even over? Nou, dat was goed. Maar als je tegenwoordig kijkt bij dat soort programma's, dan gaat het eigenlijk alleen maar over die camera. Die camera weg, en ik doe aangifte en ik sleep jullie voor de rechter. Dat hadden wij zelden of nooit. Dat was echt een andere tijd. Dus dat heeft ook meegewerkt eraan. Dus zo ging dat met wel of niet onherkenbaar maken. Achteraf werd dat besloten, in alle rust. En als iemand onherkenbaar wilde, dan werd dat meteen gedaan. Het origineel werd weggekieperd. Om vergissingen te voorkomen. Je zult je maar vergissen. Volgende vraag van Niels. Ben je met de cameraauto wel eens in zo'n sketchy situatie gekomen dat het voelde dat je door het oog van een naald bent gekropen in een achtervolging of een foutje van de bestuurder? Nee. Nee. Nooit, eigenlijk. Saai, hè? Nee. 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 Ik ben nooit thuisgekomen dat ik dacht van, poeh, nou, ik ben blij dat ik weer thuis ben. Nee. Want ja, die mensen, die politiemensen, die hebben natuurlijk allemaal echt veel opleidingen gehad. Rijopleidingen, gevorderde rijopleidingen. En daarin wordt ze geleerd om een beperkt risico te nemen. Dus we hebben het nog steeds in ons geval dan over een verkeersovertreding. Dan moet je niet ten koste van alles iemand aan de kant willen hebben. Hè, met risico op aanrijdingen, schade enzovoort. Dus nee. Wat ik me herinner was een keer dat we een spookrijder zagen rijden aan de andere kant van de weg. En die miste iemand op een haar na. Dat ging wel net goed. Maar dat was dus niet dankzij een achtervolging of wat dan ook. Had niks met onze aanwezigheid te maken. En het enige wat ik me kan herinneren is dat of we hadden net iemand aan de kant gezet, of we reden net weg bij het bureau, maar de cameraauto reed voorop, cameramotor daarachter, we waren net op gang gekomen. En we moesten even van het gas af om over een drempel te rijden. En de politieman die aan het stuur van de Volvo zat, die was gewend om met een handgeschakelde auto te rijden. En die reed nu in een automaat. Dus die wilde terugschakelen naar de tweede versnelling. Die wilde koppeling intrappen. Maar dat was dus de rem. Dus die trapte vol op de rem. En de motorrijder achter ons, die zat net even opzij te kijken. Dus die boink, die reed achter tegen die videoauto op. En die viel met motor en al om. Crash op de motor. That's all. Nou, dat is niet echt sketchy. Verder? Nee. Nee, gewoon niet. Saai, hè? Dat zei ik al. Even kijken. De volgende vraag van S. Oh. Stevie. Mocht het nodig zijn, Stevie uitspreken als in Stevie Wonder. Haha. Is goed dat er even bij zit, Stevie. Zijn er dingen gebeurd die jullie een blik op de weg niet mochten uitzenden, maar waarover je misschien een anekdote over mag vertellen? Nee, we mochten eigenlijk alles uitzenden wat we wilden. Dat was ook de deal. Jullie doen je werk, wij filmen dat werk en wij bepalen wat er uitgezonden wordt of niet. Dat was ja, gewoon de afspraak. En het is natuurlijk nooit zo geweest dat als er dingen waren die echt schadelijk zouden kunnen zijn voor het politiewerk, dat we die uitgezonden hebben. Ik herinner me nog een keer, ik weet niet eens waar we reden, ergens in het westen. En daar was een golf en die reed op hoge snelheid. Niet heel erg risicovol, maar het ging hard. Het ging behoorlijk hard. En op een gegeven moment met die man aan de kant. En de cameraman kwam altijd iets later. De politieman maakt zichzelf bekend, gaat even zitten. De cameraman loopt daar rustig op af. En toen kregen we te horen even terug in de auto. Oké, nou goed, dat deden we dan dus ook gewoon, want dat gebeurde bijna nooit. Dat zal het wel nodig geweest zijn. Nou, dat bleek een politieman te zijn die ja, iets van undercover bezig was met een of andere actie. En die wilde natuurlijk niet met zo'n goochem in beeld. Dus daarvan hebben we gezegd, nou ja, we hebben zoveel golfjes die te hard rijden. Dit was dan de politieman. Bah, dat zenden we niet uit, klaar. Maar dat was niet dat er gezegd werd van, dat mag niet. Maar jongens, doe maar lol, doe dat even niet. Want ja, dan is die man stuk. En dan kan hij weer achter zijn bureau gaan zitten om, weet ik veel wat, voor bureauwerk te doen. Dus ja, weet je, dat zijn niet echt dingen die dan gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen, maar die gewoon het politiewerk zouden kunnen verpesten. Verder, nee, er zijn weinig dingen gebeurd die we niet uit mochten zenden. Ja, niet dus eigenlijk. Stevie. Ah, sorry, Stevie. eens kijken. Zoveel vragen, maar die zal ik je bespaard houden. Dat is heel mooi. Ali Ver W. Hoeveel guldens
euro's aan boetes zijn naar binnen gekomen? En hoeveel ervan kon je declareren bij de staat? Nou, hoeveel? Een paar duizend, denk ik, in 25 jaar. Maar helemaal niet zoveel. Kijk, als wij zelf achter het stuur zaten van die auto's, dan hielden we ons strikt aan de verkeersregels, uiteraard. Of er stonden stickers op van blik op de weg. Nou, dan word je natuurlijk door iedereen met argusogen bekeken. Of het waren die onopvallende politieauto's. Daar hielden we ons gewoon netjes aan de regels. Dus ja, dan krijg je eigenlijk geen bekeuringen. En de bekeuringen die de politie zelf reden, ja, die kwamen soms wel binnen. Soms werden ze al meteen afgeblokt in de regio waar ze binnenkwamen. Dan wisten ze, oh, die dag reden wij met blik op de weg, dus die is voor ons. En soms kregen we ze nog binnen en dan stuurden we ze op. En dan werd het voor de dienst, werd het, ik weet niet of het dan teruggedraaid werd of dat zij het. Het werd in ieder geval op de een of andere manier geseponeerd. Wij hoorden er verder niks meer van. Wat wel een keer gebeurd is. Want ja, je hebt natuurlijk dingen opzettelijk en dingen per ongeluk. Er was we hadden een hele lange draaidag gehad. En een van onze bussen, daar stond een levensgroot blik op de weg op. Een blauwe Volkswagen T4 bus. En mijn uitvoerend producent, die zat achter het stuur. En die had een lange dag gehad. En die heeft op de een of andere manier een blackout gehad. En die is op zo'n actiewagen, dat noemen ze ook wel een pijlwagen, van Rijkswaterstaat afgereden. En die werd pas, nou ja, wakker, ze sliep niet, maar die kwam pas weer bij de positieve toen ze over die Andreas-strips bonkte. En heeft toen natuurlijk netjes, ja, die pijlwagen gemist. Maar dat hebben heel veel mensen zien gebeuren. En toen dachten we, nou, dat zal wel telefoontjes regenen. En stukken in de krant en mensen die foto's gemaakt hadden en mails. En er gebeurde helemaal niks. De volgende dag zat iedereen een beetje gebukt van, de telefoon zal wel gaan rinkelen. Gebeurde niks. Dus nou, dat is dan een keer gebeurd. En dat viel allemaal mee. Koester je nog wrok voor Koos P. en Co? Koos P. en Co. Voor de dingen die gebeurd zijn waardoor Blik op de Weg van TV is verdwenen? Nu. Dat is wel een interessante vraag. Daar kan ik wel wat meer over vertellen. Maar dat doe ik een andere keer. Daar kom ik op een andere manier eens eventjes op terug. Daar komen we nog eventjes over te spreken. Dat is wel een goede vraag. Om ook eens eindelijk een keer goed te beantwoorden. Volgende vraag. Van Anton. Anton zegt, ik begreep dat de huidige Audi SUV's van de politie ongeveer 6000 kilometer doen met hun banden en remschijven. En dat de remblokken al naar 3000 kilometer worden gewisseld. Dat zou best kunnen, ja. Die dingen zijn ook zwaar beladen. Hoe ging dat vroeger met de diverse blik op de wegvoertuigen? Was daar sprake van veel reparaties, extreem onderhoud? En liep je daar financieel op leeg of was er een prettige regeling met diverse importeurs? Was er een speciale reden waarom de VW's, de Golf VR6 en de Passat W8, gingen en de Volvo's kwamen? Hadden de agenten bepaalde voorkeuren en werden die meegewogen? Nou, die VW's die gingen niet en de Volvo's kwamen niet. We hhebben altijd, in het hele begin hebben we 2 Saabs gehad. En ik zit te denken, het is trouwens ook leuk om dat hele verhaal eens een keertje echt in detail te vertellen. Maar goed, nu even in het kort. We hebben 2 Saabs gehad. Toen zijn we Volvo's gaan rijden. En parallel daaraan reden daar heel vaak Volkswagens mee. Als tweede auto. Dus die hebben altijd parallel gelopen. De brandstof betaalden wij zelf. Daar liep heel aardig op leeg. Want die Volvo's dat waren vaak 6 cilinders of 5 cilinders turbo. En nou, die Volkswagens 6 of 8 cilinders. Dus dat hakte er behoorlijk in. Maar het onderhoud werd gedaan door de importeur. En die auto's die gingen nooit heel lang mee. Die waren 20, 30, 60, 70 duizend kilometer bij ons. De ZLZB 25 die is tot 120.000 bij ons geweest. Want dat was zo'n lekkere auto. Die hebben we toen gekocht van de importeur. Met niet heel veel korting moet ik zeggen, dat viel wel tegen. En die hebben toen gereden tot bijna 2 ton. En die rijdt hier nog ergens in de buurt bij mij in Ommen rond, geloof ik, of zo. Fijne auto. Dus dat onderhoud werd door de importeurs gedaan. Dat was een vorm van sponsoring. Daan zegt, ik kan me herinneren dat ik je ooit een keer zag drummen. Goed zo, Daan. Mijn vraag is dan ook een gecombineerde. 1. Heb jij thuis nog een drumkit staan? Jazeker, Daan. En zo ja, kan je eens een lekkere groove spelen voor je fans? Dat kan ik zeker, Daan. Maar dat ga ik niet doen. Daar ben ik veel te verlegen voor. En niet goed genoeg, trouwens. Alhoewel, maar goed. Drummen, dat doe ik al vanaf mijn 12e, dus nu 50 jaar. Ha.
Ja, er zit ook nog een verhaal aan trouwens. Even noteren al die verhalen die ik nog heb, die ik erbij heb. Die gaan nu te lang duren. Dat is wel een leuk verhaal trouwens. Maar goed. Oké. De volgende. Van Desiree en Arjen. Even kijken. Oh ja, de bekende vraag. Wat is je het meest bijgebleven excuus voor een overtreding? Ja, er waren er zoveel. Er is er niet één. Net als welke achtervolging is je het meest bijgebleven? Heb ik ook niet. Het zijn er zoveel geweest. Maar ze vragen ook nog. Red je zelf vaak mee met patrouilles? Dat is ook weer zo eentje die je veel uitgebreider kunt beantwoorden. Het eerste jaar heb ik de helft van de tijd zelf achter het stuur gezeten. En dan zaten de politiemensen naast mij. En soms mochten zij dan ook even rijden, voorzichtig, voorzichtig. En daarna zijn die rollen steeds verder omgedraaid geworden. Maar het is wel leuk, want Desiree en Arjen, die kennen dat verhaal dus klaarblijkelijk niet. En ik ga er nog steeds vanuit dat iedereen dat hele verhaal van Blik op de Weg kent. Dat is natuurlijk onzin. Er zijn ook heel veel jongere mensen die alleen het eind ervan meegemaakt hebben. En die helemaal geen idee hebben hoe dat ooit begonnen is. Het is ook iets waar ik best wat uitgebreider over kan vertellen. Ik wil ook even noteren. Ik voel een idee opborrelen. Maar goed. Eens even kijken. Wat hebben we hier? Rick. Rick, die zegt... Ik vind het erg interessant hoe dingen achter de schermen werken. Een auto op naam van een particulier of bedrijf mag geen blauwe flitsers en sirenes aan boord hebben. In Blik op de Weg en wegmisbruikers zie je dan wel eens een auto langs de kant gezet worden vanwege een klaksel met meerdere tonen of een verkeerde kleur lampen. Ja, dat klopt. Ook matrixschermpjes om bumperklevers de stuipen op het lijf te jagen mag helaas niet. Inderdaad. Rick, dat mag niet. Is dit geregeld met de camera-auto's van Blik op de Weg? Hoe gaat dit bij een APK? Oh, in de making-of van Blik op de Weg was bijvoorbeeld te zien hoe een cameraman de auto met alle toeters en bellen aan boord van studio naar het politiebureau rijdt. Wat als een bromsnor die met het verkeerde been uit bed gestapt is de auto langs de kant zet? Nou, dat is heel simpel te beantwoorden. Ik begon met dit programma in 1990. En op enig moment wilden er wat politiemensen meerijden. Nou, dat was hartstikke leuk, maar dat werd nog niet bekeurd. En op een gegeven moment zei ze, ja, we zien toch wel dingen. Daar willen we toch eigenlijk wel een bekeuring voor uitschrijven. Kan dat? Is dat spul geëikt? Nee, dat is niet geëikt. Maar het kan natuurlijk wel. Dat moest doen. Dus toen heb ik die snelheidsmeter laten eiken. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Dat blauwe lampje en die toeters, dat moeten we ook even... Nou, goed. Toen ben ik gaan opzoeken aan welke eisen dat allemaal moest voldoen. En dat heb ik in orde gemaakt. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, maar als ik dat kan, dan kan iedereen dat doen. Dat moesten we maar niet gaan doen. Zo. Dus toen ben ik naar het ministerie van Justitie gestapt, wist ik veel. Dus jongens, zus en zo is het geval. Programma, politie rijdt erin, maar ik rijd er zelf ook in. Hoe doen we dat? Die verwezen mij door naar Rijkswaterstaat. Want dat is de club die de toestemming daarvoor verleent. En die lieten mij komen naar Den Haag. Auto laten bekijken. Voldeed aan alle eisen. En het doel, dat was toen heel erg nieuw. Dus ik heb toen ontheffing gekregen. Heel simpel eigenlijk. En die ontheffing is nooit ingetrokken geweest geworden. Met dien verstande uiteraard dat wij zelf, ik of mijn medewerkers, never nooit gebruik mochten maken van de blauwe lampen, de toeters of de matrixborden. We hadden voor het geval dat we bijvoorbeeld bij een aanrijding kwamen een oranje zwaarlicht achter in de kofferbak liggen. Dat als we iets moesten beveiligen, dat we dan dat ding op het dak konden zetten en dan snel de politie bellen. Dus als er een bromsnor met het verkeerde been uit bed gestapt was en de auto langs de kant gezet had, hadden wij gezegd, ontheffing. Net zoals andere diensten ontheffing hebben. Ik bedoel, de Rijkswaterstaat zelf rijdt nu ook met blauw-blauw. Ambulances, Sanquin, de bloedbank, heeft ook blauw-blauw. De incidentenbestrijding van ProRail heeft het ook. Allemaal ontheffing van Rijkswaterstaat. Dus zo is dat gekomen. Eens even kijken. Dat was eigenlijk de laatste vraag. Ja, ik zei zo halverwege dat er een paar dingen waren waar ik nogal wat uitgebreider op in kan gaan. Ik ga er eventjes op kouwen en ik kom daar in de volgende beantwoording van de Q&A's even bij jullie op terug. Dat betekent dat ik voor nu even ga stoppen. Ik ben er de vragen heen, althans voor deze keer. En ik zie jullie snel weer. Ik denk in ieder geval over een week en anders over 2 weken. Maar ik denk over maximaal een week dat ik de volgende Q&A weer klaar heb staan. Dus dan zie ik jullie weer. Graag tot dan!